al dikke 200 kilometer gereden hoor. Oh, zo. Zo. Ja, het programma zit erin. Hallo mevrouw, hoe gaat het met u? Ik kom op uit Assen. Uit Assen? Uit Assen, ja, daar woon ik. En daarom kom ik hier om eens eventjes les te krijgen. Oké, en hoe gaat het met u verder, met de gezondheid? Dan gaat het prima. Nou, ik word dit jaar 90. Dus met de gezondheid is het redelijk goed. Want als je de 10 op een rijtje zet, hoeveel worden er dan 90? Dus. Ja, absoluut. En u bent al heel vaak hier geweest, hè? We hebben al een paar keer gefilmd. Ja, ik ben hier al vaker geweest, maar ik wil het nu leren maken op kokos. Ja. Dus. Ja, dat is, daar hebben we ook filmpjes van gemaakt al ook. Dus heeft u die al gezien? Ik zie dat steeds dat die bezig is, Warner. Maar ik wil het nou zelf proberen. Dat is een makkelijke methode ook, hè, om het snel te maken. Het zal wel anders smaken ook. Ja, maar absoluut. Denk ik, wel, ja. Ik ben er altijd mee bezig. Ja? Ja, veel succes en fijne dag dan. Goed zo. Tot ziens. Tot ziens. Dan haalt het dus die werkzame stoffen eruit. En dan als het 2 uur geweekt heeft, dan vul je het of in zo'n zalfpotje of je krijgt zo'n mooi spuitje erbij. Nu is het nog vloeibaar. Trek je dat mooi in. Dan kun je een klein beetje op je vinger, s'avonds opeten. Of je kan het smeren als je ergens pijn hebt. En dan kun je mooi eens kijken op een hele simpele manier wat CBD voor je kan doen. Of THC. En dat is makkelijk, want die filtertjes die zijn ook gewoon op CBD overal. Ja, kokosolie kun je overal. Daar kan, als dit klaar is, kan het daarin of het kan in zo'n spuitje. Nee, nou, gewoon een zalfpotje. Ja. En dan is het dit. Dit is onze CBD. Dit is zeg maar de olie. Ja. Ja, die mag je proeven. Wou je proeven? Ik zat met kokos. Nee, de kokos is dat. Dit is de olie. Alleen de olie. Ja, kijk maar. Verder niks. Met CBD. Ja, maar die heb ik zelf. Die heb ik. Maar het ging mij om die kokos. Ja, dat is dit. Maar die laat ik dus nog even trekken. 2 uurtjes laten trekken. En dan giet je het in een zalfpotje. Het is klaar. Je kan het eten, maar je kan het ook smeren. Het smaakt beter dan dat natuurlijk. Het smaakt heel lekker, het is alleen wat lichter. Dit is wat meer CBD dan dat je het op deze manier doet. Ja. En dit is gewoon om te proeven. Je mag je proeven. Ik hoef niet te proeven. Nee. Ik heb vanmorgen al geproefd. Goed zo. Ja, als die iemand wil proeven. Ik wil die met die kokos wil ik proeven. En dat mag. Maar dat is nog niet zover. Ik kan voor jou wel even gieten. We moeten wel even afkoelen. Ah joh, een klein beetje maar. Ja, maar het is heet hè. Heel klein beetje, nee, niet doen. Dat is zonde van dat ding. Hoop maar. Ja, weet ik. Ja. Gewoon even. Ja, dat is voor lekker. Het smaakt lekkerder dan dat. Klaar ben je. Simpeler kan het niet. Nee, want ik heb kokos gekocht. En wiet heb ik zelf. Dus 5 gram erbij. Heb je alleen nog de filtersap? Kan het niet in een nylon kousje. Ja. Zou ook kunnen. Dit is natuurlijk wat hygiënischer. Maar het zou kunnen als je een nieuwe pakt. Nieuwe? En dan wou ik het daarin doen. Ja? Nou, dan doe ik dat. Want daar kom ik eigenlijk voor. Om dit, dat is heel makkelijk. Te doen. Ja. De kokos had ik al gekocht. Bij Albert Heijn. Ja. En nou wil ik dat dus zelf ook maken. Nou, helemaal goed toch? Ja. En ik smeer het s'avonds dus ook gewoon lekker in waar ik pijn heb. En dan ontspant het. Ik zou je vertellen, ik zit dus vol met reuma. Mijn gewrichten zijn versleten.
maar ik had hier zo'n hele bult en dat was ontstoken. En dan doe ik dan iedere keer een beetje olie op, maar hij is praktisch weg. Werkontstekingsremmend. Dus heel mooi, mooi resultaat. Huh? Mooi resultaat toch? Ja, nou ja, ik gebruik het overal voor. En ik geef het altijd aan mensen die ziek zijn. Nou, moet je kijken. En hoe oud bent u, mag ik vragen? 90. Ja, bravo. Ja, word ik dit jaar hoor. Goed hoor. Ik ben nu 89. Nou, en je kan je helemaal zelf redden. Oh, super. Nou, helemaal trots op. Ik vind het fantastisch. Ik vind het ook fantastisch dat jij het doet. Ik ben er zo blij mee. Ja. Ik vind het ook heel leuk dat jij het doet. Ik heb mensen die hebben MS. Ja. En die geef ik altijd van die 20 milliliter flesjes. Nou, wat lief. Ja hoor. Ik verkoop het niet. Ik geef het weg. Ja. En de plantjes die poot ik zelf. Ja. Helemaal super. Ik ben helemaal blij met u. Ik geniet ervan hoor. Iedere dag is feest. Ja, want je kan jezelf helpen. Ja. Dus dat is fijn. Zo is het. Ja. Ik loop met een derde been, maar het gaat goed. Nou, helemaal goed. Hi. Nou, ik ben Anita en ik ben reumatische klachten, ontstekingen, jicht en stress. En ik hoop dat dit verademing geeft. Mooi, hè? Ja, dank je. Als je zo'n spoelertje hebt, dan hoort het.